Sibelius begon in 1893 een opera te schrijven. Door gebrek aan inspiratie kwam hij niet verder dan de ouverture. Met het materiaal wat hij tot dan toe verzameld, maakte hij de Lemminkäinen-suite. Deze suite gaat over het verhaal van een jonge man genaamd Lemminkäinen, die een aantal moeilijke opdrachten moet uitvoeren om zijn geliefde te veroveren. Een van de opdrachten is het doden van de zwaan Tuonela. Deze zwaan wordt vertolkt in het tweede deel door de altobo. Dit deel is gebaseerd op de ouverture van de oorspronkelijke opera. En nu is denk ik het wel de droom van iedere hoboïst om deze zwaan een keer te mogen zijn. En ik ben ook heel erg blij dat ik dat deze keer ben.